Als de onderhandelingen goed verlopen, vormen de partijen samen een regeringscoalitie. Ze spreken af welke zaken ze de volgende 5 jaar zullen aanpakken en leggen dat vast in het regeerakkoord. Daarna bepalen ze welke ministerposten iedere meerderheidspartij krijgt. De partijen beslissen zelf wie minister zal zijn en voor welke bevoegdheden. Meestal zijn het parlementsleden, maar dat hoeft niet. De ministers vormen samen de regering en moeten het regeerakkoord uitvoeren. De samenstelling van de Vlaamse regering en het regeerakkoord moeten worden goedgekeurd door het Vlaams parlement. Het hoofd van de Vlaamse regering, de minister-president, legt de eed af in de handen van de parlementsvoorzitter. De partijen die niet in de meerderheid zitten, vormen samen de oppositie.